Aloha. Aloha. Het is lang geleden ik dit heb gedaan, Betelgeuse reading. Ja, voor iedereen, voor alle elementen, water, aarde, lucht en vuur. En kijk eens, die cyclus gaat eindigen. Dus ik dacht, voor iedereen heb ik, hè, voor alle elementen heb ik een kaart getrokken. Je kan ook je even je manen, je ascendant ook bekijken voor meerdere antwoorden. En dit doe ik gewoon echt omdat we de eerste volle maan hebben in het teken leeuw. Gaat echt over het hart en het ego. En de kritiek en de feedback die allemaal boven ons liggen. Terwijl we onderweg zijn om onszelf te laten zien aan de wereld. Maar tussendoor gebeuren er dingen. Ja, kritiek. Zie de kritiek, buig het om naar een betere woord, naar de tips en de tops. Kijk wat je ermee kan, hè, om naar buiten te kunnen treden, om in het middenpunt te staan, hoe het leeuw kan doen. Ik dacht, daar ga ik je een beetje mee helpen. Dan doen we een beetje bedels en een beetje kaarten. Misschien heb je wat, je weet het eigenlijk al, want ik blijf het zeggen, mijn readings, ga ik vanuit dat het bevestigingen zijn voor de meeste mensen. En het gaat erom dat je gaat laten zien wie je bent. En ik wil je daarbij helpen door bedels en de manenkaarten voor jullie te trekken. Zijn jullie er klaar voor? Ik begin met de watertekens. Doe het zo. En ik heb dit hierbij gepakt. Dan doen we de bedels strakjes hierin. Ga het even wachten. Ik laat hem even zo. En dan begin ik met de kaart. Watertekens. Kijk eens. De energie bereikt haar top tussen de nieuwe maan en volle maan. Nou, watertekens, wat ik hier zo bij voel en ik heb ook gekeken in het boekje, is dromen komen uit. Watertekens, de vis, de kreeft en de schorpioen. Ja, dromen komen uit. Ga plannen en dan na de retrograde, pak je het aan, dat even zo doen. Na de retrograde ga je acties ondernemen en dan ga je daar voluit. Want je bent goed op weg. Maar alleen maar, waar wil je heen? Waar wil je heen? Waar wil je precies heen? Details. En plannen, voorbereiden en dan doe je het licht aan. Want je staat al op je pad. Hè? En dat blijf ik zeggen, de watertekens hebben het gehaald. Al lijkt het misschien niet zo, maar ze hebben het gehaald. Ze zijn overgestoken. Alleen maar mediteer voor betere resultaten. Hè? Ga mediteren. Kom tot rust, zodat je ook helder mag kijken. Zodat je ook weet precies waar je naartoe wilt en met wie. Want ik blijf het zeggen, je staat op het pad. Het enige wat je moet doen is het licht aan. Aan, stik het licht aan en walk. Walk your talk. Oké, kijk eens. En misschien ook tussen de nieuwe maan en de volle maan. Hè? Die volle maan is nu. Na de nieuwe maan, hè, dan heb je er 3 weken tussen om dit allemaal een plek te geven. Yes, mediteer, mediteer, mediteer. Zullen we gaan kijken? Kijk eens even, minnetjes. Zullen we gaan kijken? Iets magisch is hier, hè? Daarom heb ik het ook uitgekozen. Iets magisch is hier. Ik ga mijn best weer doen. Jullie kennen mij nog. Gaan we best doen. Oh, ik zie je kassa. En staat erop. Oh, Gretchen. Het lijkt op. Oh, dat zijn bowlingballen. Wat leuk. Ik zie een ketting. Blijkbaar, ik voel dat iemand blijft plakken bij jullie. Bij de watertekens. Dus wil je alsjeblieft koorden doorknippen? Vraag. Daarom zeg ik mediteer op weg. Wie, wat? En knip die koorden door. Bowlingballen. Dus ga maar even spelen. Magie is hier. Letter I. En A. En hier. Voorletter. Van achternaam of de voorletter. Hè? Laat me zeggen, de achternaam of de voornamen, de letters ervan. Ik zie hier ook een letter Q. Kijk eens. De Q is hier. De baby's en de baby's en de baby's en de baby's zijn er hier. Dus misschien wordt je tante of zelf mama. En de baby onderweg. Hier zit vast aan een heb meer hoop. Heb meer hoop. Zie je dat? De sterretje. Rijk naar de sterren. De volle en nieuwe maanhoop. Want jij kan stralen. Als ik dit zie, betekent. Ga aan. In het middenpunt. In de middenpunt. Ga aan. Ga aan. Kijk eens, vlinder. Transformatie is al rond. Een giraf is een heisiner. Hè? In Kenia
ben ik tot Masai Mara ingewijd. En Mara betekent natuurlijk de giraf, de hyene. Die ziet het grotere geheel. En dat kunnen jullie ook, de grotere geheel zien. Maar laat je je niet gek maken door de emoties. Geloof is nodig bij deze hier. Dat zie je. Ga geloven. Ik zeg niet dat je naar de kerk moet, maar geloof in magie, want de magie is hier. Aardbeien, lekker fruit eten. Kijk, drie vlinders, dat zeg ik. De transformatie is rond, daar geloof ik in. Je hondje of een trouw persoon is er ook. Een katje is er ook. Misschien heb je een hond of een kat thuis, hè? Watertekens. Superleuk. Zet je kroon op, because you are a king of a queen. Lekker aardbeien eten, lekker aardbeien eten. Zet alles in balans, zie je dat? De yin in de yang. Schaduw en licht bij elkaar. Kies het middenweg en vlieg uit. Want de sterren hebben je wensen gehoord. De sterren hebben je wensen gehoord. Het is allemaal onderweg. Snijd die koorden door. Hè? Wat is een bowlingbal iets? Snijd. Blijf hopen. Zie het grote geheel. Transformatie is rond. De trouwe persoon of lekker je kat of je hond. In het midden staan. Zie dat? Yin en yang. Ga lekker wensen. Veel aardbeien eten of je lust voor aardbeien of je lijkt op een aardbeien. Ik maak een grapje. En ga stralen. Yes, dat zijn voor de watertekens. Dan gaan we nu naar de aardetekens. Even wachten hoor jongens. Even zo doen. Daar gaan we. Oké, klaar. Aardetekens, aardetekens. Even kijken, wat zegt de kaart? Laat je je verleden je niet tegenhouden. Ik ben geen astroloog, ik blijf het zeggen. Ik ben een heks die astrologie volgt. Maar ik weet dat zuidelijke knopen of noordelijke heeft meer met de karmische te maken. Met het verleden. Zielenangst, het blijf erover praten. Want ik zie het ook allemaal bij mijn collega's. Ga kijken, want als jij vastloopt door angst of een oude patroon, misschien heb je nog regressietherapie nodig. Misschien moet je er nog even over praten, mediteren om het los te laten. Het kan zelfs gisteren zijn. Hè? Laat het je niet tegenhouden, want aardetekens kunnen moeilijk loslaten. De maagd, de steenbok en de stier kunnen moeilijk loslaten, maar zie het als een signaal voor bevrijding. Het kan ook natuurlijk, hè, je jeugdtrauma's. Want aardetekens hebben een probleem met het veilig voelen. Hè. Wij moeten ons veilig voelen om te kunnen reizen, om te kunnen creëren, om tot ook rust te komen. Zoek dat allemaal op. Echt, dit is echt een signaal om de dingen eruit te halen van vorige levens of nog van toen, jeugd. Dingen moeten gaan veranderen. Ja, dingen moeten gaan veranderen. Ik ben blij dat ik hier overheen ben. In het verleden, dat karmische, dat vorige leven pakte me om de 10 seconden. Dus voor de aardetekens die nog niets hieraan hebben gedaan. En die soms het nog ineens snappen waarom ze niet een begin kunnen maken. Terwijl je eigenlijk in een middenpunt moet staan. En je hebt een levensdoel door mensen te helen. En dat doe je op jouw vorm. Hè? Maar je moet altijd eerst jezelf healen. Check je toekomst. Haal het uit je systeem. Dat wat je niet kan gebruiken. Bewaar de mooie herinneringen. Hou het negatieve emoties, de lading vanaf. Door meditatie kan dat ook. En begin opnieuw. Bevrijd jezelf van het verleden. Ja, en voel je veilig. Zodat je je veilig kan gaan voelen. Dat beter gezegd, hè? Zodat je je veilig mag gaan voelen. Denk aan die knopen. Je moet van het zuiden naar het noorden lopen, zoals je het ziet. Ga naar boven. Blijf niet beneden staren. Nou. Gaan we even checken. Oh. Money. Babies. Kijk eens. Zonnetje. En zonnetje. Ga stralen. Oh, wat leuk. De piesteken. De babies. De money. Twee keer. Welke is deze? Want ik spaarde allemaal muntjes vroeger. Dit is de geluksmunt. Dus een geluk is je achterna op het moment dat je je trauma's, het verleden gaat loslaten. Ik zie hier een kikkertje, dus de aardetekens voor de tantes, oma's of zelf moeders. Vergeet dat queen niet in jou. Of de king van harten. Dat zeg ik, heal your heart. Heal your heart. Hou geloof vast. Wij kunnen niet zonder te geloven, hè. Ontdek de magie, de transformatie van het verleden moet nou echt rond zijn. Knuffelboom,
knuffel een boom, blijf ik zeggen. Kijk eens, weer vlinders. Want we zitten allemaal in de transformerende periode. Een cactus. Iets heeft geprikt, pijn gedaan, maar het een goede, zijn wedergeboorte. De kreeft is hier. Misschien een relatie met de kreeft. Ik ben een kreeft in mijn Mars, dus ik eet iedereen op als ik geactiveerd word. En ik zie dat twee mensen een grapje met je hebben uitgehaald. Misschien is dat het stukje wat het verleden nu omhoog heeft gebracht. Want als ik dit zie, dan denk ik, grapje van iemand, twee mensen. Of jij hebt jezelf in de maling genomen, terwijl je het wist, hè? Want aardetekens weten heel veel. Maar je hoopte misschien, hè? Je hoopte. Letter D, voor of achternaam. De diamantje in jezelf die je moet ontdekken. Diep daar. En kijk eens, stenen, de avonturijn of groene stenen om geaard te blijven. Boom knuffelen. Zoek de peace, de power in jezelf. Money, kijk eens hier. Maar je moet eerst gaan stralen. De visje, opnieuw geboren worden of een baby. Visjes. Kijk eens, transformatie. Misschien nog twee dingen die je af moet ronden of twee maanden. Maar je moet gaan uitvliegen. Misschien zit in je cocoon. Kijk even, zie je? 11-11, toen ik het zei, een portaal. En de baby gaat je vrolijk maken. Geloof in je eigen kracht. Ik hoop dat jullie dat allemaal goed kunnen zien. Geloof, vergeet de letter D niet. Dit is van Dos Santos voor jullie. Oké? Dit zijn voor de aardeteken. Dit was voor de aardeteken. Ik hoop dat het heel helder is geweest. En er is wat aan wat hebben we. Oh, lawaai. Lawaai. Gaan we naar de luchttekens? Gaan we naar de luchttekens? Daar zo zetten. Luchttekens, luchttekens. Kijk, hier is een veertje. Dan ga ik hem alvast hier zo zetten. Luchttekens, luchttekens. Wat zegt de kaart? Spiritualiteit en evenwicht in. Spiritualiteit en in evenwicht brengen. Dat is wel. Volle maan in vissen. Beetje dromerig. Nou ja, jullie zijn de luchttekens, hè? Waterman. De Gemini-tweeling, mijn broer of zus. En dan hebben we de weegschalen. Te veel met je hoofd in de wolken zitten, dat weten jullie allemaal, dat het niet al te handig is. We weten ook allemaal de luchttekens, intuïtief, zo binnendenkend. Zijn jullie intuïtief, dat het binnenkomt in gedachten, en dan moet je leren. Maar je moet de dingen op aarde brengen en in praktijk. Dus doe hele aardse dingen door gewoon een patatje te eten bij Brallen Duizenden. Maar is die open? Nee, weet ik niet. In ieder geval aardse dingen, wandelen. Niet te veel in de lucht. Niet te veel in de lucht. Of ga naar de wind luisteren aan het water. Want de wind is een beetje jullie mama's, maak ik er wel van, hè? De lucht. Hè? Luister naar de wind, wat er tegen je wordt gezegd. Want je hoofd is een beetje in de wolken. Doe je best om je doelen te bereiken. Het is ook wel zo, hè, dat luchttekens kunnen soms niet zo goed voelen, lijkt het voor ons. Maar hun voelen denkend, zoals ik al zei. Kijk uit, zodat je de werkelijkheid niet mist. Zie de werkelijkheid. Niet te veel met je hoofd in de wolken. Dat is echt wat de kaart van je vraagt. En als je te hoog gaat vliegen, kom aardse dingen doen. Dan blijf ik zeggen, ga wandelen. Luister naar de wind. Ga in je tuin zitten. Ja, want het gaat niet werken zo. Ja, mediteer over vragen die je hebt. Dat is ook heel goed voor luchttekens. Heb je dat ene specifieke vraag? Of 10.000, maakt niet uit. Of een pendel zou ook helpen, want het is lucht. Voor de ja en de nee. Pendelen zou fantastisch zijn voor alle luchttekens. Pak de ja en de nee. En geloof het, doe er wat mee. Want het voelt ook alsof je nu een soort van slachtoffer. Ja, ik voel het wel. Je bent geen slachtoffer. Het zijn lessen. Je bent niet zielig als je even iets niet begrijpt of niet voelt of niet de antwoorden gelijk krijgt. Mediteer. Mediteer naar het water. De wind gaat je helpen. Dus vind de evenwicht tussen je dromen en je verantwoordelijkheid. Kom naar beneden en wees verantwoordelijk. Ja, vlieg niet al te hoog. Dan heb ik het gezegd. Was dat het goed? Blijf altijd mediteren over die ene vraag. Niet omhoog schieten of pendelen, blijf ik zeggen. Pendelen. Bedels. Ik moet veel loslaten. Ik moet even boeren hier, zo zie ik. Laat los dat wat je niet nu in één keer voor elkaar kan krijgen.
Oh, kijk eens. Visje. Een bij. Een bij heeft je geprikt, denk ik. Nee, joh, je hebt honing in je kont. Dat zeg ik luchtig. Het zijn zulke knappe, mooie mensen. Dus iedereen loopt jullie zeker achterna. Nou, de veer. Oh jee. Ben ik er nog? Ja, ja. De veer. De veer. Oh jee, ik ben er nog. De veer. Kijk, hij heeft niet te hoog vliegen. De letter J, de letter D en de letter Z zijn heel belangrijk voor of achternamen. De bij prikt. Daarom zeg ik, er is iets waar je over iets een vraag over hebt. Mediteer erover. Want daarachter ligt de regenboog voor jou. Er ligt de regenboog. Ga bloeien. Lekker snoepen. Letter B is ook hier. Oh my god, een pistool. Heb je een pistool nodig? Of is er iets gebeurd met een pistool? Kijk, mijn broertje is een waterman. Vandaag. Nou, niet vandaag. Maar een paar dagen geleden was Spijs natuurlijk jarig. En die is natuurlijk door een gang. Dus het zou kunnen dat mensen er ook aan denken. Want hij was een waterman. Ik zie hier, wat is dit? Een leeuw? Of in de maan? Ja, een wolf. Die is aan het uilen. Dan zeg ik, misschien ben je verdrietig. De kreeft. Misschien een relatie met een kreeft. Wat is dit hier? Een kroontje ook. Schat, ik zie het als een pauwachtig is het. Laat jezelf zien. Gebruik groene stenen. Kijk, een smaagd. Volgens mij ben je dat zo. Je hebt vleugels om te vliegen. Hè? Kijk dan luchttekens. Engelenvleugels. Dus als jij in de lucht vliegt. Als een engel. Om terug te komen op aarde. Om praktische dingen te doen. Om evenwicht. Maakt niet uit. Nog een visje. Nog een visje. Een visteken misschien. Visteken. Misschien ben je verliefd op. Of daar heb je een relatie mee. Ik zie een hond. Ik zie hier weer een giraf, net als daarnet bij de watertekens. Je moet er het grotere geheel gaan zien. Kijk verder. Het ligt in een boek gesloten. Maar dat heeft te maken dat je die boek moet openen door meditatie. Letter A zie ik ook hier. Lekker eten. Lekker eten of lekker roeren. Hoop. De bliksem. Er is iets binnengekomen als een bliksemslag. En misschien is dat het waar je over wil mediteren. Maar we zitten ook in de watermanperiode. Dus Uranus, die is ons allemaal gek aan het krijgen. Maria helpt. Bidden. Niet jezelf in een vierkantje stoppen. Kijk, protection is ook heel belangrijk. Een dolfijn, weer magie, zo zie ik. Maak jezelf vrij. En een letter Z is ook hier. Heel belangrijk. Twee keer komt de letter Z uit. Bijzonder, voor of achterna. Dat zijn de blauwe steentjes. Zee, maak er maar van. Duik, duik erin. Bid, moeder Maria, Magdalena, hè, moeders, help hun, de heiligen, allemaal, Fatima, Lourdes. Je hebt ze allemaal nodig om vrij te voelen. Maar bescherm jezelf, lekker eten, lekker roeren. En laat die gun los. Als je dat ziet, je kan het herinneren. Maar of dat is ook schieten in de lucht. Misschien ook een alarmpistool, hulp nodig. Let op en stap uit die vierkant. Dat wesp wat je heeft geprikt is om je verder te laten denken. Open de geheim hier in het boek door te mediteren. Okido, dat waren ze. Dan gaan we naar de vuur. Wat heb ik voor de vuurtekens? De leeuw. De boogschutter. En welke andere? En de ram. Oh ja, we beginnen eens met jullie kaart. Tadaa, overwin je angsten. Dood en geboorte. Phoenix komt elke keer uit bij jullie. Zit de Phoenix? You have to die. Ben je niet helemaal dood gegaan dan nog, vuurtekens? Zijn jullie aan het struikelen? Elke keer de dood tegenhouden. Dan struikel je en dan val je een keer heel hard. Pleeg gewoon zelfmoord. En het is een grapje wat ik nu maak natuurlijk. Laat dat je versterken. Echt waar. Wedergeboorte. Het is totaal niet leuk dat wat je weet of dat wat je opnieuw moet beginnen. Het is niet fijn, dat voel ik. Het lijkt nu donker voor jou. Maar dingen gaan veranderen omdat jij midden in de transformatie zit. Gebruik je magie. Jullie zijn het hart, hè? Vooral de leeuwen. En vuur van jullie is de transformatie. Jullie zijn de transformers hier op aarde. Maar het is nu aan jullie om eerst te transformeren voordat jullie anderen, of jullie hebben iedereen al geholpen met de transformatie. En dan is het nu aan jullie. Net als de healers dat doen, net als de luchttekens of de watertekens. Het is nu tijd om opnieuw geboren te worden met dat wat is gebeurd. En pak je magie op. Ga creëren. Rituelen, rust, bomen knuffelen.
Ja, en misschien is jouw liefdesleven nu ook helemaal niet zoveel. Al ben je thuis getrouwd, maar dat komt omdat je op jezelf moet focussen. Daarom is de liefdesleven een beetje op een laag pitje, zodat je naar jezelf kan kijken. Ga checken, check jezelf. Ja? Het is een nieuw begin eigenlijk, dit. Het lijkt donker, maar het is allemaal voor een nieuw begin. Gewoon even doodgaan en terugkomen en dan net als een bitch. Yes, en dan moet het allemaal lukken. Het moet allemaal lukken. Het was goed. Geloof me, het was goed. En het liefdesleven, het is oké. Want wie langer wacht, krijgt de leukste, hè? Als je langer wacht, krijg je het grootste cadeau. Want dan wordt je beloning ook hè, beloond, je geduld beloond. Jee, laten we kijken, laten we kijken. Oh, kijk, geluk. Tadaam, zie ik gelijk. Geluk, een cowboy is hier. Ha, wat leuk. Een gitarist. Muzikant. Is er een muzikant? Een cowboy, iemand die hoeden draagt. Ook overledene krijg ik dat. Een papa, mama. Nee, dat is meer een papa of cowboy. Of je hebt iets met Texas te maken. Of de Texas krijgen je gek nu. Liefde komt. Letter F van Mene. Kijk eens, Philomene is hier om je te helpen. Ja, deze F is Philomene voor jullie. Letter X, dat heeft te maken, dat zeg ik, het liefde. Ik voel het meteen. Liefde moet nog ontvouwd worden. En heb je je relatie en alles? Het kan nog voor meer verdieping zorgen als je je magie gaat gebruiken. Bloemetjes, kijk dan, allemaal kuikentjes. Een zon. Ga stralen, in het middenpunt staan. Vooral de leeuwen, dus je geboorterecht. Kijk, een mooie cirkels, bijna rond. Baby's, doe het lampje aan. Wat leuk, een olielamp, zie je dat? Zussen. Ja, want ik spaar, ik zeg alles wat ik. Kijk, zussen. Anna. Die is aan de andere aan te helpen. Blijkbaar heeft één zus magie om die andere te helpen doen. Belletje. Engelen zijn bij je. Sluit je af. Open die rits. Kijk, hier is een ritssluiting. Open of dicht doen. Is dit een Batman? Ja. Ondersteboven kijk je. Ja. Andere perspectief. Dat zou eerder dan bij de watertekens. Baby. Overal komt geloof uit. We moeten gaan geloven dat het beter wordt. Overal komt geloof uit. Kinderwagen. De king. Nog een king. Ja, dat is de leeuwen natuurlijk. En de boogschutters en de rammen zijn allemaal de king en queens hier zo. De M van Mene is ook hier. Kijk, de M van Mene is ook weer hier. De H. Dat maakt allemaal een grapje. Centjes, dat komt goed. Transformeer, want weer een vlinder. Het komt bij iedereen hetzelfde uit. Je hebt een katje of neem een katje of je bent zo schuw als een katje nu. En dit is je baby's en baby's en baby's. Die gloeilamp vind ik zo mooi. Olielamp vind ik geweldig. Kijk, king en queen, dan is nooit zoals het man, man. Doekoe, baby's. Je kijkt ondersteboven. Drie baby's zie ik hier zo. Misschien heb je drie kinderen thuis. Je katje knuffelen. Maar we hebben geloof nodig. In is in om in het middenpunt te staan. De letters zijn heel belangrijk. Speel op je gitaar of een gitarist is heel belangrijk voor jou. De kuikentjes, de dieren. Maar de geluk is hier op de hoek. Door te mediteren, dan weet je het. Open of sluit het ene ding. Kijk, je hebt de wijsheid. Hier is de appel. Je hebt de wijsheid. Een blauwe wijsheid heb je nog wel, hè? Dus vertrouw erop, de kleur blauw. Vertrouw erop. Money is onderweg. Kijk eens hier. Maak je rondje af zodat je je money kan vinden. Het is onderweg. Het is allemaal onderweg. Overwin je angsten. Wedergeboorte. Die en kom terug als een bitch. Yes? Nou, jongens, dat was het. Ik hoop dat het allemaal helder was. Want men is altijd zo bang met de camera. Vooral als het zo gericht is. Laat me weten hieronder. Wat je ervan vond. Alsjeblieft reacties, likes, deel. Praat erover. En laat me ook weten hoe je je voelt. Dan zie ik jullie weer volgende week. Morgen, donderdag. Zien jullie me dan weer? En dan tot volgende week. Gedraag je, doe je best. En ik blijf zeggen, doe die tv uit en kies ervoor om te mediteren en lekker te eten thuis. Mwah! Een dikke, dikke kus op je hart. Op je mooie gouden hart. Ga in het midden van je hart staan. Visualiseer dat je kan duiken in je hart. Breng je intelligentie naar je hart en begin opnieuw. Want dit is onze tijd om onszelf te gaan laten zien aan heel de wereld en aan elkaar. Oké dan, bye bye. Nogmaals.